De bon bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname is per vandaag in actie. De medewerkers van de universiteit hebben hun salaris over de maand februari nog niet ontvangen. Bondsvoorzitter Hugo Blanker zegt dat hoewel er een akkoord is met de leiding van de universiteit, de lonen toch zijn uitgebleven. Er is een akkoord met de werkgever dat zij erop toezien dat de salarissen van de tappers, van de medewerkers van de universiteit, de tappers met name, technisch administratief personeel, dat die salarissen uiterlijk de laatste werkdag van de maand om 12 uur moet zijn uitbetaald. En als dat het niet het geval is, dan zullen de medewerkers inderdaad dan zullen de medewerkers hun bankzaken gaan doen. En het model is afhankelijk van de werkgever. Wel werken we met het principe samen uit, samen thuis. Met andere woorden, niet wanneer één bank gestort zou hebben of de salaris zou hebben verwerkt, dan is dat voldaan naar ons. Wij, de gemeenschap, mag ons kwalijk nemen. Ja, we zijn blij als er mensen zijn die ons begrijpen en ondersteunen. Maar als er mensen zijn die ons kwalijk nemen, zij hebben hun geld al, onze mensen nog niet. De bond heeft inmiddels een schrijven gestuurd naar het bestuur van de universiteit. Eigenlijk was dat volgens de vakbondsman niet nodig, gezien er een duidelijke regeling bestaat. De mensen hebben een drill. We hoeven niets meer te vergaderen. Vroeger moesten we vergaderen, allerlei ingewikkelde dingen. Nu is duidelijk, we hebben zelf met de voormalige VP afspraken. Dat er, en ook op deze VP hebben we een keertje gesproken, dat wij ons geld op tijd gestort willen te zien. Deze huidige privé-VP hebben we de afspraak dat men erop toeziet dat de gelden van de medewerkers, van de tappers van de universiteit, in elk geval de tappers op tijd gestort wordt. En het is dood eenvoudig. Ik heb een mevrouw, als dat mee ligt, heb ik de minister van Financiën horen vragen als het geld gestort is. De minister zegt ja, dat zei er vorige week. Maar hij heeft kennelijk geen rekening gehouden met de Atticus. Met de actie van het technisch en administratief personeel van de universiteit zijn enkele diensten stil komen te liggen. Zo is de bibliotheek van Atticus vanwege de vakbondsactie gesloten.